mensen van de gemeente, oud-collega's, ouders zitten er zelfs tussen. En samenwerksverband, van harte welkom. Goedemiddag. Ja, ik vind het ook fantastisch dat er zoveel mensen zijn. En dat betekent ook hoe we voelen met z'n allen dat we wel wat te doen hebben. Want we zijn geloof ik gewend dat het onderwijs er nog steeds zo uitziet. Ja, dat we nou eenmaal een schoolgebouw hebben, dat we nou eenmaal klaslokalen zijn, dat we nou eenmaal splitsing hebben tussen basis en voortgezet onderwijs, dat er lessen zijn en vakken en cijfers enzovoort. Alleen, gezien de staat van de wereld, gezien de staat van het onderwijs, gezien de staat van de mensen in het onderwijs, de leerlingen die bij bosjes omvallen, de leraren, waar we zo'n tekort van hebben, dus kennelijk niet interessant genoeg is om te werken, gezien de hoeveelheid thuiszitters, gezien zo'n beetje alles, denk ik wel dat we wat vragen te stellen hebben aan onze onderwijsinspectie. Waarom? Dit zijn de vragen die mij en de mensen om ons heen heel erg gewoon bezig hielden. Maar het leek alsof er geen antwoorden waren. Dat is een vraag die stelde aan mensen in het onderwijs. Zei ze, nou, gewoon. Voor nu hulde aan Liske en Tief voor Tief dat jullie dit neerzetten. Dat jullie zo dapper zijn om te zeggen, nou, wij gaan anders doen. En ik ben ontzettend blij dat dit bestaat. En ik ben ontzettend blij dat jullie zoveel mensen hier zijn om met elkaar te hebben over de vraag, waarom doen we dat zo? Dankjewel. Liske vertelde straks hoe trots ze was op haar team. En ik wil even als rector van het Kastencollege zeggen hoe trots ik ben op jou, dat jij deze operatie leidt. En een klein bloemetje. Nou.